Ik ben Peter Rijgers, nog eigenaar van Hergoboomkwekerijen. Wij zijn een bos- en haagplantsoenboomkwekerij. We hebben altijd traditioneel gespoten voor het onkruid, maar we zijn sinds 2 jaar overgestapt op het LVS-systeem, wat inhoudt dat met minder middel toch wel hetzelfde resultaat bereikt wordt als met de traditionele, op de traditionele manier. Plus nog ook wel best veel tijd winst, omdat best een hoge snelheid aan kan houden qua rijden. We rijden nu ongeveer 6 à 7 kilometer per uur. Dus dat scheelt toch wel best veel bij de traditionele manier. Er komt nog bij kijken dat we nu veel minder water gebruiken. We gebruiken nu wij 50 liter water per hectare. Wij doen ook, proberen ook duurzaam te telen. We hebben ook NPAS AA. We doen ook heel veel schoffelen, wieteggen. Dus dan past dit heel goed bij in het plaatje. Minder middel, minder milieubelasting. Dus het past echt bij ons bedrijf.